Welkom en fijn dat u weer kijkt naar U in de Wijk Overvecht. Het nieuwe seizoen is begonnen, dus we hebben drie nieuwe onderwerpen voor u. We beginnen met het wijkplatform Overvecht. Zij hielden een dialoogavond over het Einsteinkwartier. Mensen denken en praten mee. Ik ben erbij. We komen vanavond een stel mensen die er nog niet eerder geweest zijn. Er zijn ook mensen die ken ik nog helemaal niet. Dan gaan we eindelijk naar de inhoud van de vergadering. Presentatieplan Einsteinkwartier. Je had het in de vergadering over het Einsteinkwartier. Waarom? De gemeente die heeft een plan dat heet Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. En daarin worden er in Overvecht ongeveer 6800 woningen bijgebouwd. Ja, dat betekent heel wat voor de wijk. Want waar moeten die komen? Nou, wij willen daar vooral zelf ook over mee gaan praten. En daarom hebben we eens gekeken van waar kan er op zich goed gebouwd worden. Zonder dat dat al te veel afdoet aan de leefbaarheid voor bewoners. En zo kwamen wij op het Einsteinkwartier. Wat is het Einsteinkwartier? Dat is een goede vraag. En ik denk dat het Einsteinkwartier voor iedereen anders is. Maar Einsteinkwartier gaat eigenlijk om deze plek rondom de Einsteindreef. En hier komen al heel veel dingen bij elkaar. Namelijk, dat zie je hier, wonen, werken en mobiliteit. En plekken waar die drie dingen bij elkaar komen, ontstaat economie. En dat is eigenlijk wat we met het plan Einsteinkwartier willen realiseren. Als je kijkt naar de auto's die daar vandaan komen, die reizen eigenlijk gewoon door de wijk heen. Hoe mooi zou het zijn als we in de toekomst een verbinding kunnen krijgen tussen Overvecht Zuid en Overvecht Noord, waar hier woningen worden toegevoegd aan deze plek, waar je hier kan werken, waar je hier kan recreëren, allemaal dingen die bij elkaar komen. Dan zegt Einstein, kijk diep in de natuur, dan zul je alles beter begrijpen. Eigenlijk betekent het, alles moet in balans zijn. Hoe ziet het er hier in 2040 uit? Nou, als het aan het idee Einsteinkwartier ligt, dan hebben we hier in 2040 een plek waar we gemakkelijk over kunnen steken van Overvecht Noord naar het winkelcentrum. We hebben hier een gebied, ja, ik sta hier nu in de middenberm van de Einsteindreef, maar dat zou dan een plek kunnen zijn waar je gewoon terrasjes hebt, waar je een mooie verbinding hebt, waar woningen toegevoegd zijn, maar ook bedrijventerrein, een bedrijvenplek met een bioscoop, horeca, noem maar op. Alles wat je eigenlijk nodig hebt om prettig te verblijven. Ja. Het Einsteinkwartier is niet alleen voor de bewoners, maar is ook voor de overheden, voor ondernemers, voor eigenlijk iedereen die geïnteresseerd is in Overvecht. We hebben de Vecht. En de Vecht is heel erg mooi, want we gaan naar een 10-minuten-stad, zoals dat heet, in 2040. En hoe mooi is het dat je naar het zandpad loopt, op het bootje stapt en meteen in de binnenstad bent. Of dat je, als je in de binnenstad bent, dat je meteen op het bootje heel snel op deze plek bent. Dus dan zorgen we ervoor dat Overvecht veel breder bekend wordt voor andere mensen in Utrecht. Maar ook buiten de stad, want heel veel mensen kunnen via de Einsteindreef ook heel snel in Overvecht en in de stad zijn. Wanneer moet dat gebeuren? Nu! En de visie, het plan is over 2040, over 20 jaar. Maar eigenlijk begint het nu dat we met bewoners en met ondernemers en met onderwijs, maar ook met de overheid gaan nadenken. Hoe zouden we nou als Overvecht deze plek een plek voor iedereen kunnen maken in de wijk? Wij willen erg graag dat bewoners met ons mee gaan denken. Want we hebben daar echt een groepje mensen voor nodig die toekomstgericht gaat denken van dit wordt het Einsteinkwartier. Want Einsteinkwartier moet het derde centrum van de stad worden. En mensen die mee willen denken, die kunnen zich melden. Je ziet hieronder het e-mailadres waar je mij kunt bereiken. e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl. En we zien ontzettend graag jullie mailtjes tegemoet. Ikram Boesra,
Een actieve medewerker van Durf te Dromen vertelt over haar ambities. Verslaggever Paul praat met haar. Vandaag hebben we een interview met een bijzondere vrouw uit Overvecht. Ikram Boegalm. Ikram, opgegroeid in Zuilen, maar heel vaak werkzaam in Overvecht. Ik woon nog steeds thuis. En mijn jeugd in Utrecht in Zuilen is een geweldige jeugd geweest. Ik heb veel plezier beleefd. Ik ben veel in Overvecht. Ik ben 8 jaar werkzaam geweest in het Dirk van den Broek. En daarnaast heb ik mijn middelbare schoolperiode op het Gerrit Rietveld College mogen meemaken. En dat is ook in Overvecht gelegen. En Ikram doet ontzettend veel voor de medemensen in Overvecht als docenten bij de Stichting Durf te Dromen. Ik ben vrijwilliger bij Stichting Durf te Dromen. Ik voer gesprekken, ik geef les hier. Ik ben praktijkopleider voor de stagiaires. We zijn sinds kort stage erkend. En daarnaast help ik met het ontwikkelen van de thema's die wij geven hier. Ja. Maar daar blijft het niet bij. Ikram is ook nog eens docenten op de hogeschool. Hier in Utrecht. Je bent docenten en je geeft les in social work. Wat houdt dat in? Nou, sociaal werk. Ik geef les in bijvoorbeeld het vak zelfregie. En dan leer ik mijn studenten dat zij, hoe zij zelfregie kunnen stimuleren bij hun cliënten. Dus uiteindelijk waarom ik gekozen heb voor sociaal werk is omdat ik een steentje bij wil dragen. Nou, dat doe ik dan door mijn studenten te onderwijzen, door ze dingen te leren. En volgens kunnen zij dat weer terug in praktijk brengen. En zo blijft eigenlijk het balletje doorrollen. Hoe heeft zij dat bereikt? Wat voor doorzettingsvermogen heeft ertoe geleid dat zij zo'n schitterende carrière al maakt? Het is wel een inspanning die je moet leveren. Het is een investering in jezelf, zo benoem ik dat altijd. En de kracht waar ik het vandaan haalde, vooral vanuit mijn ouders en vanuit mijn zussen, vanuit mijn omgeving. Ik werd vanuit huis enorm gestimuleerd om door te blijven studeren. En om mijn doelen te behalen die ik wilde behalen. Mijn ouders zagen in dat ik supergraag docent wilde worden. Ja, en dan moet je een iets langere weg meemaken. En wat je kan doen als ouder en wat mijn ouders ook hebben gedaan, is me stimuleren door de liefde te geven die ze kunnen geven. Door bij wijze van met me op te blijven wanneer ik nachtenlang aan het studeren was. En het waren de kleine dingetjes die uiteindelijk er wel voor hebben gezorgd dat ik sta waar ik nu sta. En daarnaast is het ook wel een beetje vooral voor de mensen die niet in je geloven. Zo had ik bijvoorbeeld een docent in groep 6 was dat geloof ik. Toen ik aangaf dat ik docent wilde worden, moest ze om lachen. Want ze gaf, spelling vond ik super lastig. Ik begreep bijvoorbeeld niet dat je zwemmen met 2 M'en moest schrijven. En zij gaf toen aan van, nou ja, docent dat gaat hem niet worden. Kijk maar gewoon even verder. Een woordenwisseling vanuit groep 6 heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk op 24-jarige leefdijd alsnog mijn droom heb waargemaakt. Wat doe je verder in je vrije tijd? Ja, als ik mijn week even bespreek, dan is mijn week is eigenlijk, ik werk 3 dagen in de week voor de HU. Nou, dat is dan officieel 3 dagen, maar vaak werk je meer. Daarnaast ben ik ongeveer 3 dagen aanwezig op de stichting. Ja. En daarna studeer ik dus nog. En nog een beetje het sociale leven proberen te onderhouden. Vrienden en omgeving, familie. Tot slot een portret van Max Tosseran. Hij praat over zijn foto's en het wonen op de Vulcanusdreef. Ik sta hier bij de Vulcanusdreef. Vroeger was dit een bejaardenhuis. Nu is het gerenoveerd en mag iedereen daar wonen. Max woont hier ook, een fotograaf. En wij gaan met hem in gesprek. Hey Max, hallo. Mag ik binnenkomen? Ja, natuurlijk, kom binnen. Hey, dankjewel. Je woont op de Vulcanusdreef. Je hebt hier al heel wat meegemaakt. Hoe lang woon je hier al? Sinds 2005. En dat bevalt me uitstekend. Ik heb hier natuurlijk meegemaakt dat het een 55-plus complex was. Dus dat je voornamelijk ouderen had. En ik heb dus ook meegemaakt dat het een 45-plus complex werd. En intussen weet ik niet meer wat het is. Of het nou, want er zitten hier ook jongeren in. En ik vind het allemaal goed. Ik vind het wonen hier heel prettig. En ik heb eigenlijk nog nooit zo goed gewoond in mijn leven als hier. En dat heeft te maken met de kleine oppervlakte. Ik geloof dat het een 45 vierkante meter is. En dat vind ik fantastisch, want hoe minder spullen ik meeneem in mijn leven, hoe beter het is. En daarbij heb ik dan ook nog een keer dat ik een uitzicht hier heb
wat ook heel prettig is. Groen, groen, groen. En die binnentuin, die mag er ook zijn. Nu zie ik achter jou allemaal kunstwerken staan, fotografie. Is dat jouw hobby of je werk? Mijn werk. Ik ben nu dan gepensioneerd natuurlijk. Maar ik ben sinds 1965 gediplomeerd fotograaf. En ik heb onder andere voor Mercedes en Volkswagen gefotografeerd. En dat hou je toch bij je. Ik maak nu natuurlijk heel andere foto's, zoals je kan zien. En daar gaat het mij om laten we zeggen, de mooie dingen in het leven te laten zien. Hè? Ik ben niet iemand die spectaculaire foto's maakt. Maar alleen spectaculair wat betreft de uitsnede en het onderwerp. En ik vind dat het onderwerp is heel belangrijk. En ik noem dit soort fotografie die ik hier maak meditatieve fotografie. Nu leidt dit af van die foto. Kijk, zo komt die foto er beter uit. Die lijsten die komen dus zo en die monteer ik hier op. Daar heb ik een mal voor en dan komen ze er zo uit. Je ziet dat dit veel beter is dan wanneer die niet geïsoleerd is. En nu wordt die geïsoleerd. En ik heb van alles geprobeerd met lijsten. Maar het punt is, als je een lijst hebt, dan leidt dat af van de foto. Dus het moet zo min mogelijk afleiden. Ik heb vrienden kunstenaars die verkopen hun schilderijen op basis van de lijst. Die hebben zo'n lijst van dit formaat, zo van 600-700 euro erom. En daar verkopen ze dat ding op. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon dat je kan zien hoe die foto is. Ja. Want ik heb ook zitten denken. Kijk, dan komt die veel beter uit op zo'n net niet zwart vlak. Kan je naar kijken en dan kan op een gegeven moment gaat het ook voor je leven. Als je daar in alle rust naar kijkt, dan werkt het zo. Ik heb een keer zo'n foto aan een dame verkocht en die kwam ik later tegen. Ze zegt, het is niet te geloven. Dan zit ik daar naar die foto te kijken en ik ga er steeds meer in zien. Ik zeg, nou bedankt, dat is de bedoeling ook. Nog even dit. Er is een expositie van 16 september tot 26 september op de galerij Nick Waterbolk in de Schouterstraat 10. U bent daar van harte welkom. Dit was het dan weer voor deze week. Ik hoop dat u het leuk hebt gevonden. Heeft u een vraag of misschien wel een leuke tip? Ga dan naar overvecht@uindewijk.nl. Wilt u deze leuke filmpjes nogmaals bekijken? Ga dan naar uindewijk.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.